We zitten in de bestuurskamer van Kwik Venlo met assistent-trainer Aziz Kaluta. Goedenavond. Goedenavond. Over drie kwartiertjes ga je weer trainen. Ja. Hoe bevalt dat? Jij bent assistent-trainer nou bij Kwik. Hoe bevalt dat trainersvak? Het bevalt goed. Ook met name met mijn eigen vrienden die ik wat bijleer. Wat ik in mijn eigen carrière heb meegemaakt. Ik vind het superleuk. Ik ben altijd hier op tijd. Ik ben altijd als eerste hier. Ik zet alles al klaar. Ik bedenk mijn eigen trainingen. En ja, voor mij is het gewoon super. Het is gewoon een ervaring. Ik wist niet dat er een trainer in jou schuilde. Jawel. Jawel. Vertel. Dat vond ik altijd al leuk. En ik heb veel zelf fouten gemaakt. En ik probeer als trainer de jongens ook bij te leren dat ze niet dezelfde fouten gaan maken zoals ik. Je was niet altijd even leuk voor de trainers, hè? Nee, maar weet je wat het is? Ik ben een heel eerlijke persoon. Hard op de tong. Een trainer moet ook eerlijk zijn, anders krijg je vervelende jongetjes. Ja, heb je hier vervelende jongetjes in deze groep? Nou, we hebben geen vervelende jongetjes, maar we hebben wel jongetjes die wel wat kunnen zeggen, eigen mening hebben. Eigen mening mag, maar... Op zich, ze luisteren naar elkaar, ze vechten voor elkaar in de wedstrijd. En dat is gewoon super. Nu hadden jullie een superstart. Iedereen dacht, die winnen alle wedstrijden. Maar in één keer kwam de king in de kabel. Ja, we begonnen goed. Ook in de beker, 3 wedstrijden gewonnen. Daarna 8 wedstrijden achter elkaar in de competitie gewonnen. Als ik het goed zeg. Mm-hmm. Het ging super. Alleen wij wisten dat dit gaat komen. Dat we 1 wedstrijd gaan verliezen of gelijk spelen. Dus heb ik ze elke wedstrijd gezegd. En voor behoed. Maar het gebeurt. We hebben een slechte serie gehad. En nu gelukkig, ik heb een andere plan gegooid en het werkt wel. Heb je veel als assistent-trainer dan veel vrijheid? Want Bram van Ham is dan trainer bij Kwik en jij bent een assistent, onder andere met Taak en Erdem, geloof ik nog. Ja. Jij mag wel je ding doen dus. Ik mag veel, alleen Bram is de hoofdtrainer en we beslissen samen voor de opstelling. En samen met Takan natuurlijk ook mijn opstelling. En je kan wel zeggen dat ik wat mag. Dus ze maken veel gebruik van jou. Waar maak jij veel gebruik van? Je hebt natuurlijk heel wat trainers gehad. En welke trainers waar je echt iets van geleerd heb wat je nu ook ten uitvoer brengt bij deze jongens? Nou, ik heb veel geleerd van Ben van Daal, van Wil Boezen. Alleen ik gebruik de tactiek van Ben van Daal, dat vind ik gewoon super. En dat probeer ik de jongens uit te leggen, ze voeren dat ook uit. Bij mij zijn nummer 1 is gewoon taken uitvoeren, dan pas het team. Want zonder taken dan doet iedereen voor zichzelf een eigen wedstrijd spelen, maar dat is niet zo, dan win je geen wedstrijden. Je bedoelt het eerste taken, de teamtaken en dan pas de individuele kwaliteiten van de speler. En de tactiek heb ik een beetje van Ben, maar ik heb ook van trainer van Roemenië wat van geleerd. Wie was dat? Dat was Edi Lardinescu. Jordanescu, de zoon van de grote Jordanescu, ja. Van Akjal, de oud-bondscoach. Klopt. Ja. En een super trainer, echt een super trainer en daar heb ik ook wat van geleerd. En ik probeer het ook naar die jongens toe te brengen en probeer het uit te voeren. En ik moet zeggen, het gebeurt vaak in de wedstrijd. Hoe jong ben je nu, Aziz? Ik ben 27. Zie je jezelf ooit bondscoach van Marokko worden? Ja, dat is een grote stap, maar dat is gewoon een droom. Maar je wilt wel die papieren gaan halen? Ik wil mijn papieren halen, ja. Dus dit is wel een mooi begin om je te ontwikkelen? Ja, dit is een mooi begin. Ook met vrienden, die helpen mij ook als ik iets fout doe of probeer een verkeerde wissel te doen. En ze waarschuwen mij. Voor mij is gewoon een ervaring, voor mij is ook een leermoment, een leerproces. En nu wordt er gezegd vaak, het zijn alleen maar allochtone jongeren, ja. of nieuwe Nederlanders, we moeten het zo kunnen we het ook omschrijven. Dat is de nieuwe woord, nieuwe Nederlanders. Ja, maakt het niet uit, het zijn allemaal mensen toch, maar dan heb je natuurlijk met vooroordelen te maken. Hè? Maar jullie hebben wel laten zien dat het wel meevalt. In het begin, voordat de competitie begon, onze doelstelling was, samen met Tarkan en Guggen, dat wij gewoon als team kunnen functioneren, als multiculturele mensen die in één team zijn van verschillende nationaliteiten, die wel samen kunnen werken en wel wedstrijden kunnen winnen. Dat was onze eerste doel.
En op een gegeven moment gingen we wedstrijden winnen. En toen dachten wij aan kampioenschap. En zo gingen wij te werk. En wij hopen gewoon dat wij als team, ook als buitenlandse jongens, wel op een nette manier kunnen voetballen. En het seizoen afmaken. En het seizoen afmaken. En sportief, ook als we naar Stevensweert gaan of naar Kessel gaan, dat het gewoon met respect blijft. Ben ik zelf een halve Pakistaan en ik heb het ook gevoetbald en ik was ook wel temperamentvol. En ik zag het hier ook wel eens als ik kon kijken, hè, dat het af en toe heet aan toe kan gaan. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus niet dat er gekke dingen gebeuren. Hè? Nee, maar kijk, we hebben allemaal buitenlandse jongens in het team, die zijn wat pittiger. Ja. En dat mag, alleen je moet je grenzen kennen. En dat is belangrijk. Maar die jongens die gaan ervoor, die vechten voor elkaar. Die laten niet elkaar in de steek. En dat is het belangrijkste. Is het dan ook, omdat je zelf natuurlijk ook wel eens in de fout gaat, wat je zelf net zei, is het dan ook makkelijker om te begrijpen waarom iemand af en toe eventjes buiten de gebaande paden loopt, laat ik het zo even zeggen? Ja, ik begrijp dat. Alleen, jij moet wel je eigen je grenzen kennen. Ja. Kijk, als je ziet dat het verkeerd gaat, dan moet je proberen rustig blijven, of weglopen, of tot 10 tellen. En dan maak je geen fouten. Maar ik moet zeggen, bij deze jongens, ik heb geen één keer ruzie meegemaakt. Niet met elkaar, niet ook met de tegenstander. En het gaat alleen maar goed. Zondag staat VV03 op het programma. Daar heb je vorige keer met 1-0 van gewonnen. Ja. Maar toen waren jullie nog in die flow, hè? Dat jullie lang die titel geloofden, ja. Volgens mij. Wat gaat dat zondag voor wedstrijd worden? Ja, zondag wordt dus een derby, Fellowship Derby. Voor mij is het ook al lang geleden dat ik op amateur heb gespeeld, dus ik voel met de jongens mee. Wij zijn daarmee bezig, wij focussen al vanaf dinsdag op VV03. En ik probeer ook trainingen uit te leggen en oefeningen neer te zetten, zodat de jongens gewoon het simpel houden en niet het moeilijkste. Moeilijkste paas of moeilijkste assist. Moeilijkste weg uitkiezen. Moeilijkste weg uitkiezen, yes. Ja. En dat probeer ik de jongens uit te leggen. Even een prognose, wat gaat er worden? Ja, we spelen thuis. We hebben een beter team, individueel zijn we beter. Dus ik denk dat wij met 4-1 gaan winnen. 4-1 met de tactiek van Ben van Daal, die als Kalu het aan uitvoer brengt, moet dat dus goed gaan komen.